Proost. Proost. Mooie uitdaging, mooi product. Vandaag hebben we de prijsuitreiking gedaan voor de glazen suite. We hadden voor het Nieuwe van der Valk Tiel, wat enorm veel glas met zich meebrengt aan de buitenkant, wat iedereen denk ik wel gezien heeft, hebben we een prijsvraag opgesteld om een suite te ontwikkelen. Het bijzondere is dat die suite dus aan totaal van glas is gemaakt. Niet alleen van de buitenkant, maar ook binnen de binnenkant. Dus de muren zijn eigenlijk allemaal vervangen door glas. Gedeeltelijk totaal transparant, gedeeltelijk gematteerd. Architect Jasper Spicht was erg blij met het winnende ontwerp. Ja, heel blij mee. Zeker, zeker. Ja, het is, ik begin met schetsen en te dromen over hoe zo'n kamer eruit zou kunnen zien. En dan ga je de nadenken schetsen en dat heb je in je hoofd. En als dan blijkt dat andere mensen dat ook het juiste ontwerp vinden voor wat ze gevraagd hebben, ja, dan ben je dolblij. Ja. En AGC bouwt hem. Voor ons is het de eerste keer dat we dit zo doen. Natuurlijk is het bijzonder, want je krijgt de kans om te praten met de branche. Hè, de architecten die voor ons erg belangrijk zijn, die toch de voorschrijvende instantie zijn. Wij focussen ons met name de laatste tijd op buitenbeglazing, hè, gevels. Maar dit is fantastisch, omdat we nu ook kunnen laten zien wat we met glas in de binnenbeglazing kunnen. Hè. Iedereen kent een douchedeur. Maar de toepassing zoals Jasper die bedacht heeft, ja, die is, vind ik, fenomenaal. Omdat die alle eigenschappen van glas combineert. Het was geen makkelijke keuze, heb ik van de jury begrepen, om uiteindelijk een winnaar te kiezen. Omdat het niveau van de inzendingen best wel hoog was.